Goedemorgen allemaal, mijn naam is Wouts Wesley en ik heb jullie vandaag meegenomen naar het Fort 2 in Wommelgem. Een water gemiddeld 2,5 tot 3 meter diep. Hier zwemmen vooral brasems rond en enkele karper. We gaan vandaag aan de slag met enkel en alleen wormen. Daarom gaan we ook onze nieuwe wormenschaar van Preston Innovations hanteren. Dit is een fort, is gebouwd rond 1860. Ter verdediging tegenover onze zuiderburen, de Fransen. Waar we gelukkig de dag van vandaag beter mee overeenkomen dan vroeger. Ik ga voor jullie ook onze laatste nieuwe helikopterrig laten zien. De reden hiervan is, hier kan je gemakkelijk mee switchen. Je kan gewoon traditioneel vissen. Maar als we onze onderlijnen afhalen, kunnen we ook gemakkelijk ons ICS method systeem monteren. Maar daar komen we later op terug. Ik ga mijn hengel optuigen. We gaan zelfs ons voer afmaken. Onze wormen ziften. En we lopen er een leuke dag van te maken. We gaan vandaag aan de slag met het voertje Chunky Fish van Sony Baits. Dit is een voertje. Dit bevat dehydrated fish chunks, verschillende soorten vismeel en crushed pellets. Ons voer heb ik nat gemaakt. Normaal gezien is de verhouding voor dit voer 1 op 2. Dat wil zeggen 1 deel water, 2 delen voer. Ik heb het vandaag nat gemaakt. 1 deel water, 3 delen voer. De reden hiervan is, we gaan vandaag toch een paar wormen knippen. En de wormen bevatten heel veel vocht. En anders gaat ons voer veel te nat worden. Anders blijft het in de korf plakken. Of anders komt het er veel te vlug uit. We gaan het zien. Zo, ondertussen zijn we begonnen met het voorvoeren van onze stek. Ons oog is gevallen op de overkant. Daar hebben we een mooie opening tussen de bomen, ongeveer 35 meter. Die gaan we nu rijkelijk aanvoeren met wormen en voer. Als voorslag hebben we vandaag gekozen voor de helikopterrig. De helikopterrig is namelijk een van mijn meest favoriete rigs. Dat zal ik jullie dadelijk laten zien. Het is namelijk zo, op verschillende vijvers mag je de traditionele visserij combineren met de methodvisserij. En als je dit dan doet, kan je gemakkelijk je korf hier van onder afhalen. Die doe je weg. Je pakt je stemkit. Die monteer je van onder erop, op de draainagel. Dan moet je enkel nog van boven de onderlijn voor traditionele via feedervissen hier afhalen. Die berg je terug op en je bent gewoon met het Method ICS systeem bezig. Maar ondertussen, ja, we zijn aan het voorvoeren. Voorvoeren doen we nog altijd met de gewone korf. Kunnen we gelijk wat meer brengen natuurlijk in het begin.
netjes aandrukken. Ook zien dat er niet te veel wormen of voer naast de korf hangt, want dit dwarrelt langzamer naar beneden, kan de vis naar omhoog trekken en zich meer verspreiden over het water. Dus altijd eventjes aandrukken en zorgen dat alles naar beneden gaat. Komt er gelijk een flinke bries op. Voilà, die ligt netjes. Je zal ook merken, ik heb net ingeworpen en ik laat mijn korf iets langer op de bodem. Namelijk, dat is waarom ik heb niet graag dat de korf op de bodem komt en direct lostrekken. Want dan trek je namelijk een spoor van je stek naar jezelf toe. De bedoeling is je stek zo klein mogelijk te houden. Want anders ga je, als je die lijn gaat trekken met je voer, ga je op een gegeven moment inzwemmers en lijners krijgen en dan gaan we niet graag hebben. Nog één korf en dan kunnen we beginnen. Terug even aandrukken. Voilà. Een beetje uit de richting, maar... Lang genoeg wachten dat het voer mooi uit de korf kan komen. Een paar keer kort trekken. Voilà. En we kunnen aan de slag. We zijn ondertussen al anderhalf uur verder. Het gaat echt, echt moeizaam. Hè? We hebben al ongeveer een halve kilo wormen geknipt. We krijgen de indicaties of de aanbeten. De aanbeten niet echt, maar de indicaties en de lijners krijgen we wel. Hè? Dus nu gaan we proberen het visuele aspect te veranderen. We gaan terug proberen over te schakelen op onze method met onze oranje wafter. Hopelijk gaat dit de vis een beetje meer triggeren, want het is namelijk al de derde of de vierde dag. 30 graden plus. Dus ja. En de vis hebben er blijkbaar geen zin in. Ricardo hier wil graag naar huis, maar ik heb gezegd, Ricardo, wacht nog even. Wacht nog even. Het kan niet anders. Al het zelfs moet beginnen lopen. Dan proberen we deze maar. Zoals je ziet, Ricardo kan nog even blijven. Even de helikopterrig veranderd naar een korfje ICS-systeem. Een oranje chocolate orange wafter eraan van 6 mm. Komt beneden en ze trekken het rond.
Zoals ze bij ons zeggen, verandering van spijs doet eten. En een mooie, hè. Een loeiharde aanbeet. De tafel was ruim gedekt, wormen aan de haak, 2-3 vissen kunnen vangen, indicaties krijgen, ze niet kunnen haken en we veranderen gewoon van aas. We doen er een 6 mm chocolate orange waft eraan, werp hem in en ik denk een minuut, 2 minuten daarna, hup, top, helemaal krom. Dat gaan we nog eens proberen. Zo. Dat mag niet lang duren. Ondertussen zijn we aardig op gang. Net nog een paar korven voer en wormen bijgegeven, zodat de vissen rustig kunnen verder ademen. Zodat ik jullie een woordje meer uitleg ga geven over mijn favoriete feedermontage, namelijk de helikopterrig. Mijn favoriete feedermontage is namelijk de helikopterrig. Heel simpel. Waarom? Je kan deze makkelijk aanpassen van lengte. Je schuift naar omhoog, je bent met een korte onderlijn tegen de korf bezig. Je schuift naar omlaag, je bent met een langere onderlijn bezig. De quick change swivel tussen onze stops voorkomt kink of opdraaien van de onderlijn. Iedereen heeft het wel al voor gehad, we zijn met 2-3 casters bezig, met 2 maden. We draaien op en onze onderlijn is helemaal opgetorst. Deze swivel voorkomt dat namelijk. Maar zoals vandaag ook, we hebben vandaag een paar vissen kunnen vangen gewoon traditioneel, maar ik krijg meer beet op de method. En zoals je kan zien, op 1, 2, 3 kan ik dit systeem veranderen in een method systeem. Die korf doen we weg. We hangen onze method eraan. Onderlijn eraf. En klaar, we kunnen aan de slag met een method. Deze zijn vanaf dit jaar nieuw in ons gamma. 3 gemonteerde feedervoorslagen, helikoptervoorslagen, gemonteerd op 28 honderdste. Deze zijn 7 meter lang en kunnen gewoon gemonteerd worden op de hoofdlijn. 3 kant-en-klare voorslagen, rechts-rechts, op de hoofdlijn. Makkelijker kan het niet.
Zo mensen, we zijn aan het einde gekomen van onze sessie voor vandaag. Alle geluk hadden we een plaatsje in de schaduw, want het was vandaag bloedheet. Meer dan 30 graden. Wat de aanbeten zeker niet ten goede kwamen. Mits enkele aanpassingen door de overschakeling van de gewone traditionele visserij naar de methodvisserij met een oranje wafter, toch nog enkele aanbeten kunnen forceren. We hebben vandaag gevist met de Supera X, met daaronder een magnitude 420, 10 onderste absoluut feederbreed en daar natuurlijk onze nieuwe helikopter rig van Preston Innovations. Maar voor ik jullie vaarwel zeg, of goeiedag zeg, heb ik nog 5 tips voor jullie. De eerste tip die ik jullie wil meegeven gaat over het voer. Maak deze van in het begin zeker en vast niet te nat. Water toevoegen gaat altijd. Voer toevoegen gaat de structuur van het voer te veel veranderen. Dus maak je voer in het begin niet te nat. De rest zullen de wormen vanzelf bevochtigen. De volgende tip die ik jullie wil geven, is het voer toch te nat? Gebruik een uitlekbakje. Knip je wormen apart in een potje. Gooi deze op de zeef. De wormen kunnen verder uitlekken, zodat het voer niet te nat wordt. Tip 3 gaat over het vullen van de korf. Zorg ervoor dat er niet te veel loshangende deeltjes van de korf aan de buitenkant bevinden. Deze komen namelijk vlugger los bij het inwerpen van de korf en zal de vis omhoog trekken. Dus altijd vlug even aandrukken. Tip 4. Zorg ervoor dat de worm mooi op de haak gerijgd is. Dit zal ook al zorgen voor minder gekinkte en opgedraaide onderlijnen. Zorg hierbij voor dat de haakpunt netjes en mooi vrij is. En tip 5. Onze laatste tip voor vandaag. Zorg voor een goede wormenschaar. Deze wormenschaar komt binnenkort op de markt. Bestaat uit stainless steel dubbele scharen. 2 grote handvaten gemaakt in zacht kunststof. Vlijmscherp. Doe je er het voordeel mee. Zo, dat waren onze 5 tips. Wij gaan hierbij de dag afsluiten. Ik hoop dat jullie iets hebben kunnen opsteken. En ik wens jullie nog een fijne dag verder.